mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben Dennis en we gaan vandaag met Dennis Rides Pretpark gaan we camping Beernjezand in Limburg, Beernje Nederland filmen. Het is een camping waar je als verwelkomd wordt door een hele grote borden. De camping Beernjezand heeft zelfs een mooie, en mag ik eerlijk zeggen, een golfparkje erbij zitten. Een mini-golfpark voor bezoekers van kinderen met jeugdige, voor gezinnen, zeg maar. Nou, wat is camping Beernjezand nou eigenlijk? Nou, als jullie het weten, ik heb Helderse Bossen ook gefilmd. En eigenlijk is Beernjezand een camping ook voor gezinnen en kinderen van minimaal tot en met alle leeftijden wat je kan verzinnen. Ja, het is een camping waar ik als Dennis niet zo vaak kom, maar het is toch wel een gezellige camping, lijkt mij zo. Dus ik hou van vakanties, wat ik jullie al betaald heb, maar ik doe het ook eigenlijk best wel graag. En ik laat jullie nou zien wat Beernjezand is. Dit is ons speelterrein voor vandaag, mensen. Als jullie zien, is het een groot camping. Nou jongens, dan gaan we weer richting de camping op. Nou jongens, het is hier best rustig. Het is hier niet te veel doen. Kijk, hier heb je zelfs een klein speeltuintje met een speelcarousel bij. Best wel grappig om te zeggen. Daarachter heb je een restaurant erbij. En als je als gast zijnde komt, heb je ook nog receptie. Want hier lopen de mensen dan denk ik naar binnen. In ieder geval, het is nu toch al best een mooi campingtje. Maar goed, we gaan verder naar de camping Beernjezand. Je hebt hier Beernjezand Express. Het is voor campingrondleiding. Best wel grappig. Heel schattig vind ik die treintje ook. Dus je kan zelfs hier met de trein mee. Nou jongens, dat ziet er goed uit. Zelfs hebben ze hier een indoor speeltuin voor Kingjachtkriebel heet die. Die is helaas nog niet geopend. Hij pas toen later ging filmen was hij wel open geweest. Hier binnen is de indoor speeltuin. Ja jongens. Dacht je uit met Dennis van maar, hè? Een keer in een indoor speeltuin. Kingjachtkriebel genaamd. Nou jongens, het is toch wat. Campingsgevoel vind ik altijd toch wel heel leuk. Ik hou er wel van campings. Maar ik hou er zeker van als je dan zeg maar op vakantie bent. En dan in één keer, toch even het gevoel hebt dat... dat je op vakantie mag gaan. Het is leuk vakantie. Nou ja, ik ga aan jullie vanzelf wel nog een keertje een vakantie reviewen. Hier heb je een speeltuin bij met een grote luchtkussen en een heel berg prullenbakken. Ja, dat vind ik toch wel netjes van de Beernjezand, zeg maar. Dat je zeg maar toch veel prullenbakken hebt om toch schoon te houden, want dat is belangrijk op een camping als je dingen schoon houdt. Ja, wat ik met de Helderse Bos zit, dan zijn van die knaapcaravans. Nou hoor, ik vind dit ook best een flinke knapen. En eerlijk gezegd, het is best een gewoon ding. Mondi, jongens. Ik mag wel zeggen, het is een campingtje waar ik zelf
daar in de buurt, ik hoef er niet echt even op vakantie te gaan. Je hebt hier ook op de camping Beernjezand een rot. Een rot waar vroeger een, ja, dat is een heel geschiedenis achter deze rot. Weet je, dit is, is best wel een, ja, een creepy ding, vind ik zelf. Het is wel, ja, hoort bij de geschiedenis dan maar, hè. Ja, maar ja, ik ga er liever niet in, jongens. Of ja, eigenlijk wel, kom, we gaan even in de grot. We gaan even in die creepy grot. Oh, hier is het eng. Wat is hier toch aan? Ik weet niet wat hier is, jongens. Ik ben bang, man. Nou, jongens. Is hier, net als een spookhuis, maar dan echt. Allemaal oude stenen. Dan Beernjezand dan heeft gewoon maar een creepy spookhuis, jongens. We lopen verder. Nou, we lopen verder richting verder naar de camping dan maar weer. Want wat een eng ding. Hij is gebouwd. Uw leven lood uit duizenden wonden. Laat ons woed en kruis verkonden. Ja, man. Ik maak me allemaal niet uit wat hier allemaal gebeurd is vroeger. Het is gewoon een creepy ding. Nou, weet je, we lopen weer verder op de camping. Nou, camping Beernjezand is, is eigenlijk al best lang. Ik was al een kind van 3, bestond deze camping al. En ja, wat is het? Het is een ja, toch een flinke knaap van een camping. Het is ja, toch wel wat te doen eigenlijk. En ik weet niet wat hier allemaal is, maar het is toch een flinke camping. Kom jongens, we gaan avontuur spannend bezichtigen. Avontuur spannend, ben benieuwd. Ja, wat moeten we zeggen, het is toch een bezichtigingcamping. Hier komen bezoekers van groot en klein, komen hier op bezoek. En ik zelf hou er wel van, ik hou wel van kamperen en vakanties. Nou, ik zou wel in 395 willen liggen. Lekker gezellig, mooi caravantje erbij. Best grote bezichtigen. Ja, het is echt gaaf hier. Kijk hier, die tussen die naar bomen hier, man. Het heeft toch wel iets, iets wat, vind ik. Hoe moet je dat zeggen? Het heeft toch wel, ja, iets moois. Hier, die caravan dan ook. Nonde, hier maar de knaap. Ja, dat zijn echt vakantiegangers. Die houden er wel van. Van Beernjezand. Ik ben hier zelf nog verder nog nooit over de camping gelopen. Dit is ook mijn eerste keer vandaag. En ik neem jullie op mijn eerste dag op deze camping mee. Hoe gaaf is het? Nou, het is hier verder best rustig op het veld. Daar hebben ze mij ook gezegd hier. Ja, het zijn alleen maar een paar caravantjes. En wat vinden jullie er nou toe eigenlijk van? Want ja, het is toch een camping. En het is hier ook winterseizoen, net als op de Helderse bossen. En het is alleen, ja, open in de zomer. Ik zou zelf persoonlijk ook niet kamperen. Hier, als mensen hier met de kinderen kamperen, dan, ja, dan is het eigenlijk zo van, dat zullen we zeggen, dan kun je spelen op de toestel. Gaan we verder, jongens. Hier heb je precies hetzelfde. Dan kun je ook op de toestellen spelen als je hier kampeert. Dat wel grappig doen hier in Beernjezand, dat het zeg maar op een toestel op de kampeerplaats doen. Daar geef ik toch wel een toppunt aan Beernjezand dat ze dat doen. Echt grappig, geef ik echt eerlijk toe. Och,
een keer gaan. Op avontuur werd ons al gezegd. Bij de toiletgebouwen. Of gaaf man. Kijk, het is... Het is natuurlijk grappig. Het is echt om het genieten. Oh, hier man, die toestellen. Camping Beernjezand is eigenlijk een bezoekcamping. En ik geef het zelf eerlijk toe dat je hier best op bezoek kan komen. Hier hebben ze ook een klop. Ja, man. Oh nee, klotje. Lopen we dadelijk vanzelf nog een keertje langs. Ja, ik vind flots wel leuk, want in de Helvense Bossen kon ik er helaas niet op. Dat doe ik ook wel weer een keer. Volgend jaar ga ik dit speelpark reviewen. Maar hier is de flot gewoon open, denk ik. Dat hoop ik tenminste. En anders ja, heb ik pech. Want Beernjezand is volgens mij het hele jaar geopend. Maar het velden, zeiden ze, is gesloten. Maar ik snap één ding niet. Er zijn wel mensen op de camping, maar in principe zijn ze gesloten. Maar het indoor speeltuin en het zwemmen en alles zijn geopend. En dat was bij de Helderse Bossen niet. Dus in principe doen ze best wel goed hier. Ah, daar voor ons heb je nog een speeltuin. Toestel, achter iets. Ja, het is wel knap dat ze dat echt in de velden doen. Dat vind ik toch wel grappig. Dat is, als ze echt klauteren, dan is het wel een grappig gezicht dat ze dat eigenlijk doen. Nou, ik vind zelf een Oud-Nauwtoe best een mooie camping. Het is wel iets dat ik zeg van, nou, ze doen het hier best goed. Kijk, natuurlijk zijn er in de campings ook minpunten. Maar ik ben zelf, oh, ik vind het Nauwtoe best geen verkeerd camping. Dat hoort er gewoon bij. Gewoon lekker. Ja, hoe zou ik zeggen, vakantie vieren. Wil je hier vakantie vieren? Slaap dan met deze toestel. Ik wil eens wel meemaken hoeveel mensen hier eigenlijk op klimmen. Het is best wel een gaaf dingetje. Mooi, ja, knap dingetje. Nou, weet je, camping Beernjezand, ik geef daar nu al, zeg maar, omdat het best een ruim camping is. Een gezellige camping is. Ook nou, dan vind ik het nog echt geen lille camping. Is ja, al een best een flinke punten nu. Het is, ze doen het hier goed. Het staat volgens mij ook op hoog niveau. Wat ik zelf vind is dat ze het nog niet echt verkeerd doen, eerlijk gezegd. Dat ze ook een indoor speeltuin hier hebben. Dat vind ik al gaaf. Alleen ja, omdat die nou wel dicht is. Nou, weet je, het is hier een vlot, had ik al verteld. En hier kunnen jullie de vlot nog beter dan zien. Volgens mij mogen mensen hier ook vissen. Maar dat weet ik niet zeker. Wauw, jongen, de knaap. Nou jongens, we gaan verder. Ik kom hier bijna nooit. Maar ik dacht je Beernjezand, oh, dat hoort er wel bij. En het is winterseizoen, dus het is hier niet druk. Want ja, ik zelf hou ook nou echt niet van kamperen. Nee, ik zou doen het liever in de zomer. Weet je, jongens, kijk, ik moet in de winter wat te doen hebben. Zeker voor mijn YouTube kanaal. En dan kan je. Alleen, niet in een pretpark vloggen, dat kan wel. Want we doen zeker, denk ik, weet ik nog niet zeker, de Winter Efteling. En zo op zich doe ik nog wel een keer de magische winterweek in Toverland. Maar ja, in principe ben ik zo van in de winter naar een pretpark gaan. Ik ga liever met mijn korte broek aan en in de zomer naar een pretpark. En dat vind ik nou een campingsbezoek of voor een camping een beetje reclame maken toch best wel leuk om te doen. Alweer een toestel in de veld gaan. Dan geef ik toch wel een eigen pluspunt hier in de Beernjezand voor je. De toestellen in de velden waar mensen kunnen logeren. Dat geef ik toch wel eerlijk toe. Wat hebben we hier? Govert Gochem. Oké. Okay.
nog verder. Het wc-gebouw van Beringenzand. Geef ik eerlijk toe, het is gewoon een normaal gebouw. En een camping-wc. En volgens mij is dit natuurlijk ook met deze camping goed verzorgd. Als je deze wc wil bezoeken, mag je inderdaad niet in roken. Herhaal, hier bij deze wc-gebouw mag je niet roken. We lopen verder. We lopen richting het volgende gebied van het camping Beringenzand. Zoals jullie zien, ligt het ook echt in een mooi natuurgebied. Het is een, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, ik geniet er wel van. Ik hou er wel van, een natuurgebied. En ja, weet je wat het is, jongens? Het is een, ja, toch een gezellige camping. Ik heb nou toch geen bezwaar tegen dat het slecht is of zo. Ik heb wel erge campings gezien. En ja, hoe jullie het ook wel zien, het is geen fijn weer. Maar ja, daar kunnen we ook niks aan doen. Oh, kijk. In de zomer, kan je hier in een cowboy tent logeren. Of daarachter zelfs in een bungalow tent te logeren. Ja, jongens. Wie verzint dat allemaal? Het is echt gaaf dit. Oh man. Ik wil dit lijkt wel op Slagharen zo. Of op een tentencamping met een echt indianentent. Helaas zitten al weer doeken om. Maar wil je hier logeren bij de Beringenzand, dan moet je echt reserveren voor zo'n indianentent. Dat is best grappig. En wat nog grappiger is, daarbij hebben ze ook nog zo'n waterspeeltuin. Daar bedoel ik mee. Hier bij Beringenzand hebben ze zo'n kraantjes waterspeeltuin bijgezet. En dat vind ik toch wel grappig hier. Dat doen ze echt goed. Loop even naar die tenten. Nou jongens, het is hier echt goed aangekleed. Ik geef het heel eerlijk toe. Het is een mooi camping. Nou jongens, het is hier en het blijft zo een familiecamping. Dus hier kunt iedereen komen met wie ook. Het is niet aan te raden als je hier gaat logeren om hard muziek 's avonds te draaien. Het is echt niet aan te raden, denk ik. Maar kijk dit man jongens. Wat een gave ding. Het is echt iets unieks dit. Gaaf. Mooi man. Mooi, 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 mooi. Mooi mensen dit. Het heeft toch wel iets, ja, unieks. Helder Beringenzand, daar ligt in de regio Pelemaas. Dus regio Helder, Panje, Gasthoek ligt hier in de buurt. Zevenum, Toverland ligt hier in de buurt. Ja, jongens, jongens. Het heeft toch wel iets unieks hier. Maar wat ik voor een camping niet had verwacht van Beringenzand, is toch een skelter fietsbaan. Zelfs volgens mij hebben ze hier een crossbaan voor de karten of in ieder geval voor skelters of motors gemaakt. Oh gaaf dit, gaaf, gaaf, gaaf. Ja jongens, is toch wat. Hier doen ze toch wel echt dingen voor de jeugd. Deze bij de Helderse Bos überhaupt ook, maar hier bij Beringenzand doen ze dat ook nog best goed. Nou, we lopen weer verder jongens. Ja. Nou toch vind ik Beringenzand eigenlijk best een mooie camping. En ik geef het toe, ze doen het echt ruim goed voor de campinggasten. Want wij doen wij hier een dagje. Nou zijn we hier een dagje, hè, en dan ja, is het echt leuk om dit te doen. En ik geef het eerlijk toe, het is een, ja, wat ik zei al, een camping. Camping voor
groot en de klein en zo. En ze doen ze ook werk mee. En de jeugd van tegenwoordig hebben hier echt wat te doen. Net als de scouterbaan van net en campinggasten. Nou, we lopen weer een andere camping. Hier is niks te doen, eigenlijk. Hier is niet zoveel te doen. Dan lopen we zo heen. Het is rustig, camping. En ja, weet je, het is voor iedereen toegankelijk. Voor mij zijn ze in de winter ook gewoon open, maar het is gewoon wat rustiger. Maar ja, jongens, het is toch. Geef ik eerlijk toe, het is geen slecht camping. Nou, hier hebben ze ook weer toestellen in het veld staan. Hier ook toestellen in het veld staan. Nou, wil je in de zomer van 2018 een keer naar Beernjezand komen, moet je naar www.beernjezand.nl of .com. En boek je vakantie bij Beernjezand. Ja jongens, het is toch wat. Het geeft echt iets, ik geef het eerlijk toe. Het is echt een moeite waard om hier een keer heen te gaan. En dat is heel goed voor de Beernjezand, hè. Dan hebben die ook weer klanten, gasten, hoe ze dat hier noemen. En dan, ja, ik vind het wel geweldig dat ze dat dan echt ja, zo doen voor de kinderen ook. Ik geef echt, hier staan ze goed op niveau voor de kinderen. Hier heb je ook weer velden. Echt een hoog niveau velden, zeg maar. Hier hebben ze ook weer een veld. Maar overal waar je komt, is ook een toestel voor de campinggasten en voor de kinderen die daar meegaan. Ja, dat doen ze eigenlijk best mooi, jongens. De toestellen en in het midden van het veld neerzetten en ja, het is echt gaaf. Echt een mooie camping. En weet je wat ik nog het leukste vind, jongens? Dat is dat echt een mooi veld in het midden van het veld zetten. Dat de kinderen ook echt wat te spelen hebben tijdens de vakantie. Ja, ik vind dat ze dat echt prachtig doen. Nou, mag ik toch wel zeggen dat Beernjezand dat echt prachtig doet, hoor. Echt op een mooi niveautje. En ze staan volgens mij ook hoog. Zeker van Pele Maasree hier, dat ze toch best volk hebben elke jaar met de camping. Alweer het toiletgebouw. Ja, wij zijn weer bij het toiletgebouw. Hier zijn ze zelfs aan het werk. Hoort er ook bij. Kijk. Ze zijn hier gaan knutselen. Wordt vernieuwd. Nou jongens, wat ik zelf vind van de camping Beernjezand is toch, ja mooi jongens, dus ze doen het echt goed. En weet je wat ik nog leukste vind van Beernjezand? Dat ze een indoor speeltuin hebben en een indoor zwembad. En dat ze echt overal de velden van die speeltuin hebben. Ja, dat vind ik toch wel. En, ja, weet je wat het is jongens? We doen het vandaag doen we aan de camping Beernjezand. Maar misschien volgende week hebben we weer een andere camping op de petto staan. Hier, dit vind ik ook zo grappig altijd. Zandfabriek. Ah, het is geen zandfabriek van Klaas vaak in de Efteling, maar zoiets vind ik wel grappig dat ze dat voor de kinderen doen. Hier, dit speeltuintje ook hier. Echt in de velden. Dit is totaal complex hier. Dit is. Ah, het is grappig. Dus dat ze dat leuk dat ze daarbij doen. Ja, jongens. Het heeft toch wel iets. Het heeft toch echt te even. Heel leuk voor de kinderen dat ze dit doen. Ja, ik denk, je moet op vakantie ook wat te doen hebben. En ik weet ook als je op vakantie gaat naar Beernjezand, dat het ook goed zorgvuldige en gastvriendelijkheid hebben.
Ik moest net wel goed regelen dat ik vloggen. Ik snap dat ook, want ja, niet ieder camping mag dat. Maar echt, ik vind het zo lief dat ik dit mag doen. Nou weet je, de camping Beer in je Zand heeft toch echt veel plek om ook mensen echt een vakantie te houden. Alleen, ja, het is winter en ja, dan is het alleen maar zo. Ja jongens, het heeft toch iets. Maar weet je wat ik wel jammer vind? Ja, Erik kan helaas vandaag niet bij zijn. Want ja, hij kan niet elke keer bij zijn helaas. En dat vind ik soms ook wel jammer. Ja, ik doe meestal mijn YouTube kanaal met Erik. Maar ja, weet je, het is allemaal leuk. En Erik en ik doen het ook heel graag samen. En soms hebben we allebei wel eens geen tijd. En dat is ook zo, want Erik doet het ook goed. Erik heeft echt dikke duim omhoog dat hij dat zo doet. Maar ik kan soms niet elke dag dat mee, Floor. En wij doen het wel heel graag. Dat geef ik ook. Ik doe het heel graag met onze Erik. Ik vind Erik, dat is mijn maatje. Hier ook. Alweer toestel in het midden van het veld. En voor mij de andere kant waar ik net liep. Ik vind het wel leuk dat ze dat doen, toestellen in het midden van het veld. Het geeft toch wel iets unieks, vind ik. Nou, uniek is het dan weer niet, maar het heeft toch wel ja, hoe moet ik het zeggen? Het geeft toch wel iets bijzonders. Het is niet elke camping dat ze voor kinderen toestellen in het midden van het veld hebben staan. Want wat was bij de Helse Bos was wel heel veel toestellen. Een heel mooi speelpark. Maar het is niet dat het elke veld een toestel stond. Dan moesten ze echt in een speelpark. Want hier staat voor bij de elke veld toestel. Nou, geweldig! Ja, kijk hier man. Alweer een berg toestellen. Nou jongens. Ja, het heeft toch iets. En het heeft toch mij. Mijn verhaal is toch eigenlijk ook. Geweldig op vakantiepark. Het heeft toch iets. En ja, wat moet ik daarop zeggen? Ik hou van vakantie. Dit geeft mij ook een beetje vakantie, maar ik ben helemaal niet hier op vakantie. Maar ja, het heeft toch een vakantiegevoel. Maar ik hou er wel van. Nou, hier heb je weer in caravans. Bezichtigen gaan we nog even doen. Ja, mooi man, jongens. Ik hou van kamperen, maar het heeft toch wel iets hier, dit is echt iets gezelligs. Zelfs vandaag heeft de camping Beer in je Zand toch wel weer iets unieks hier. Het is, geef een pluspunt, het is echt een mooie camping en voor groot en klein is dit echt te doen hier. En even kijken, want ik ben kijken waar we aan gaan. We kunnen eens hier in. We gaan eens hier. Allemaal staankervens, jongens. Hier kan je volgens mij goed bezoeken. Ja, eigen staan caravans. We hebben die hier nog best wel veel, hier staan caravans. Volgens mij kom je echt vaste kanten naar terug. Ja, mooi. Mooi staan, caravans hier. Ja. Met die houten overkapping, ook heel mooi. En hier met die groene tent is ook redelijk een leuke. Ja, staan, caravan. Daar is ook wel een hele leuke staan, caravan. Hier, die witte, dat is een hele leuke staancaravan. Ja, het heeft toch wel iets. Het is echt, ik ben er gewoon aan het genieten. Ik hou er wel van. Eens even kijken, waar gaan we nou op aan? We gaan nou eens even kies. Ja, we gaan deze kant op gaan.
allemaal staan hier voor mijn staankerf en dorp hier. En dat doen ze ook wel weer leuk hier. Dat in je veld alleen maar staankervens neerplaatsen, dat vind ik ook wat goed dat ze doen. En ja, jongens, het is toch allemaal wat, hè? Hier, lijkt wel op een caravan file. Daar hou ik wel lucht van zo. Vind ik wel grappig. Hier is de station. Hier hebben ze zelfs een station van Beerenzand Express. Die trein wat ik net laat zien. Wil je tijdens je vakantie met het Beringes Express, Beringesand Express mee? Ja, bij die station staan. Zullen we maar zeggen weer. Hier hebben ze zelfs, als het goed is, ook nog een buitenzwembad. We hebben hier een indoor zwembad en een buitenzwembad. Nou, een indoor zwembad, ja, dan komen we nou niet binnen. Maar het buitenzwembad kan ik jullie nog wel laten zien. Ja, ik ga nou niet zwemmen, jongens, want ik vind het veel te koud. Het vriest voor mij min 1. Maar ik laat jullie wel zien wat er staat bij die buitenzwembad. Jongens, hier heb je nog van die staankervens. Ja, het ziet er allemaal mooi en aangekleed uit hier, hoor. En ja, weet je, het geeft toch echt iets, ja, het geeft toch iets een mooi campinggevoel geeft het. Dat is eigenlijk wat ik wou zeggen. En ja, het heeft toch wel iets. Nou, jongens, nou komt het antwoord op de waarheid. Het buitenzwembad. Het buitenzwembad is een zwembad. Daar kunnen mensen zwemmen in de zomer. Gelukkig niet in de winter. Waar je twee glijbanen bij hebt. En twee glijbanen bij hebt betekent ook lekker genieten in een zwembad. En nou laat ik jullie dat eens zien. Daar zijn er twee glijbanen van de Beerenzand zwembad. Die is toch wel grappig. Hier is een zwembad. Het is niet zo'n grote zwembad, maar wel iets dat ik zeg van wow, er zit wel glijbaan bij. Dat is niet bij elke zwembad. De ingang van de zwembad is toch wel, wel eigenlijk een normaal poortje. Ik zou zeggen naartoe lopen, kom er even heen. En in dit zwembad is geen toezicht, douche en verplicht verboden te tuigen. Geen zwemdiploma, stop, toezicht verplicht. Wel goed dat ze dat doen. Hier, heb je dat. Ja, mooi man. Mooi dat ze dat doen. Nou, Beerenzand is toch wel ja, grappig dat ze dat zeg maar doen. Zelfs die kleedruimtes hebben ze volgens mij daar in dat gebouw, bij de wc-gebouw erbij. Ja, dat doen ze wel leuk. Maar volgens mij is dat zwembad hier toch best wel ja, goed op niveau. Het is een familiecamping, dus het is wel goed dat ze ook een indoor zwembad hebben. Voor de koude kleuns kunnen lekker in het binnenzwembad. We hebben hier dan een outdoor, dus een buitenzwembad erbij. Ja, dus het is toch wel echt iets om de moeite waard om te doen. Ook hier hebben ze een gastank en ook hier staan de regels roken en vuur verboden. Dat hadden ze bij de Helderse Bossen ook al, dat tank. En dat zeiden ze dat het roken en vuur verboden was. Nou, lopen verder. Misschien nog even rondje speeltuin. Volleybalveld. En zelfs een schommel. En glijbanen tussendoor. Ja, dus
er van alles. Ja, dit is goed hier. Nou, dan gaan we eens verder. Ja jongens, het is speelparkje is op zich best wel klein. Maar in principe, het geheel van het vakantiepark staat toch op het veld, in elk geval de speeltuin. Dat vind ik wel goed. Heel goed. En ja, zal ik nog even verder lopen naar de restaurant. Dat is ook belangrijk, mensen. Ja, ik vind dat deze camping wel op mooi hoog niveau staan. En jullie weten, het is een mooi camping en het is ook nog best een groot camping. En hier kun je ook lekker nog eens een ijsje eten. Ja, jongens. Dan kan je ook nog een ijsje eten. En, ik hoop eerlijk gezegd dat we nog best een flinke camping heb ik mogen laten zien. Volgens mij zijn we al op het einde van de video. Gaan we hier eventjes gewoon even zitten en dan maak ik het eind. Einde van mijn filmpje en dan is het klaar. Dan heb ik weer een mooi stukje van de camping voor laten zien. Ik ga hem hier even neerzetten. Nou jongens, nou, ik heb ja, mijn verhaal mogen vertellen over deze camping, mijn toestemming van deze camping. Dus daar wil ik Camping Beringenzand ook nog echt voor bedanken. Het is een mooi camping en het pluspunten zijn ook echt het speeltoestel in het midden van de velden waar je kinderen in logeren. Het heeft wat ook een plus met een indoor speeltuin en een indoor zwembad, dat ook een heel mooi iets is. En wat ik ook een pluspunt vond, is dat ze een outdoor zwembad hebben met glijbanen. En ja, ik heb hier niet echt veel minpunten. Ook wat ik grappig vond is toch die carousel speeltuintje met die glijbaan in de midden waar de restaurant als achtergrond is, waar je mensen zelfs zo uit eten ook nog met de kinderen kan spelen. Ja, het is een mooi camping. Ik geef het eerlijk toe, het is een prachtig camping. Nou, vind je de video leuk? Klik dan op duimpje en abonneer voor meer video's op Dennis Rides Pretpark. En dan zien we elkaar weer terug bij de volgende video. Doei!